Omroep Peelrand TV, de nieuwscentrum voor Gemeente Gebeck, Bakel en Laarbeek. Peelrand Actueel. Ja, we zitten samen met twee heren van het volleybalvereniging BEDOVO. Remco van der Vorst, Bart Delpeut. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over beatsvolleybal. Dat komt er weer aan op 24 en 25 juni in de Dorpstein begin bij Remco. Ja, Remco Beats. Uh, uh, want het hoeveelste Beats-toernooi organiseert Bido voor nu? Uh, wij zijn uh, gaan tellen eigenlijk van het jaar uh, 2000. Hè. Dus formeel zou dit het uh, 23e toernooi zijn. Maar we zijn één jaartje met corona. hebben wij uh, geen toernooi kunnen organiseren. vanwege alle ja, regelgeving die er op dat moment was. Ja. Dus uh, nu eigenlijk 22e Beats-toernooi. En dit wordt, als ik het goed heb, het derde jaar dat we het bij uh, de Dolfstuinen organiseren. Ja, want het is een hele nieuwe locatie. Uh, in het verleden op het Heuvelplein. Uh, zondagsmorgen zand of zaterdagsmorgen zand. Had ook wel wat, denk ik. Hè? Nou, dat had zeker wat. Hè. Dus je had eigenlijk een, een vaste kern aan vrijwilligers die op zaterdagmorgen daar altijd uh, aanwezig waren. Om in ieder geval uh, samen met de toenmalige uh, Sponshoek uh, voor Katoven. Uh, om het zand daar in ieder geval te verspreiden over het Heuvelplein. Er nou, waren uh, tien vrachtwagen zand die vanaf zes uur uh, terrein opkwamen. En er waren ongeveer. Tot een, 10, half elf bezig om uh, dat te verspreiden en de velden op te bouwen. Maar uh, ik moet ook wel zeggen, het is wel erg lekker dat het veld er nu gewoon al klaar ligt en dat we alleen nog maar een net op hoeven te zetten bij de Dorpstuin. Ja, jij zei net al uh, voor het derde jaar, uh, hoe, hoe is het, eigenlijk het contact gekomen met de Dorpstuin? Uh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, Jan Kroijmans uh, uh, die was al redelijk actief uh, bij Bedove, omdat allebei zijn dochters uh, toen nog in de jeugd uh, voetbalden en ondertussen ook bij de dames uh, voetbal hebben. Um, en die heeft eigenlijk ons benaderd, uh, want wij zaten eigenlijk op het punt dat we het niet zouden organiseren uh, dat jaar, want normaal organiseren wij het in juni. Uh, alleen ja, hij zei ja, het zou toch wel mooi zijn als we nog iets kunnen organiseren. En uh, ik heb het idee om om velden bij mij neer te leggen. Kunnen we dan toch niet iets regelen? Ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En uh, dat Jan natuurlijk mede-eigenaar is uh, van de dorpstein. Uh, nog steeds en uh, toen hebben we dat jaar in augustus eigenlijk het uh, toernooi georganiseerd en dat we in juni we niet meer voor elkaar kregen. En gelukkig was het op dat moment ook uh, net iets van versoepeling van coronaregels, dus uiteindelijk hebben we daar uh, ja, het eerste jaar gewoon een prima toernooi kunnen organiseren. En uh, ja, ze hebben we daarna geëvalueerd en eigenlijk van beide partijen ja, was het gewoon zo perfect gelopen dat we zeggen: Ja, we zijn een gek, we zijn terug aan het overplan. Ja. ja, maar uh... Dit jaar was het uh, toch een anders als andere jaren wat de zeg maar, aanmelding van teams betrof? Hè? Ja, het ging dit jaar uh, sneller dan verwacht inderdaad. We, hadden ook, uh, moet ik zeggen, we zijn redelijk op tijd weer bij elkaar gaan zitten om, uh, om de organisatie weer op te pakken. Um, en doordat alles steeds eenvoudiger wordt uh, en de inschrijvingen makkelijker en de betalingen makkelijker, konden we snel en eenvoudig uh, op internet inschrijvingen openzetten begin februari. En binnen vier weken zat het uh, toernooi vol. Ja, maar ander jaar heb je wel eens ooit dat je de laatste weken nog moet kijken van zijn er nog teams die meer willen doen? Hè? Ja, zeker. En ook uh, dit jaar hebben we ervoor gekozen om uh, compleet recreatief uh, te organiseren. Dus er is geen onderverdeling meer in uh, geoefende en ongeoefende spelers. Omdat we merken dat de animo gewoon meer is van uh, buurtverenigingen en vriendengroepen om mee te doen dan van uh, geoefende spelers. Um, waardoor er dus ook een grotere pool van mensen is om, om aan te melden en uh, inderdaad niet meer uh, leuren aan het einde van uh, Net voor het toernooi om te kijken dat we het vol kunnen krijgen. Ja, het uh, beachvolleybal de, de laatste jaren heel populair geworden. Maar Bedover is al heel lang bezig eigenlijk met toernooien organiseren. Hè? Ja, klopt. Uh, zeker natuurlijk de, de, de historie op het heuvelplein als beach. Uh, en daarvoor grastoernooien inderdaad. Uh, we hebben al een lange geschiedenis wat dat betreft uh, van toernooien. En uh, zeker met de populariteit van het beach, ook op tv natuurlijk uh, met de beachvolleyballers. Uh, ja, merken we dat ook steeds andere, andere verenigingen enthousiaster worden om uh, ook op het uh, zand aan de gang uh, te gaan. Ja, want het is niet alleen het volleyballen, maar ik denk ook door heel veel sport, andere sport, sporten interesse hebben in, in, zeg maar, in zulke accommodaties. Ja, uh, zeker, want volgens mij uh, is de dorp zijn in samenwerking met, uh, met BEDO en um, uh, ook met de, handbal, of, uh, met de korfbalvereniging in gesprek om daar ook uh, toernooi te organiseren. In. Ja, in ieder geval, uh, hoeveel teams uh, zeg maar, kunnen meedoen dan op die dagen? Uh, voor ons hebben wij het limiet gesteld op uh, 40 teams. Uh, er zijn drie velden beschikbaar bij de Dorpstein. En, uh, we merken uit evaluaties ook met de teams die meedoen: die willen graag veel volleyballen. Dan maar liever een wat kortere wedstrijd, maar wel veel. Um, ...daardoor zijn we van mening dat we ook niet meer teams moeten toelaten... Om, uh, ...zodat iedereen veel aan spelen kan toekomen uh, en een leuke dag uh, kan hebben op die manier. Ja, uh, teamsterkte, uh, mogen, zijn er ook limieten aangebonden van uh, spelers die uh, een niveau spelen? Of, uh? Uh, we hebben er niet zo strikt uh, de regels uh, op gezet uh, dit keer... ...omdat we merken dat er niet zo heel veel geoefende spelers meedoen. Uh, in het verleden hadden we inderdaad wel eens twee geoefende spelers per uh, team... ...dat hebben we eigenlijk losgelaten... Uh, ik moet ook zeggen dat we aan de hand van de inschrijving ook wel kunnen zien, vaak wie er meedoen. En dan kunnen we nog wel eens de pools een beetje op die manier indelen dat het voor iedereen uh, leuk, uh, leuk blijft. Ja, ja, maar het is een, een, een mix, of heb je ook een aparte heren en een aparte damespool? Nee, het is een complete mix. Dus uh, zowel ongeoefend als geoefend door elkaar. En heren en dames. En eventueel jeugd ook, jeugd is ook vrij min te schrijven. Uh, er zijn uh, volgens mij de oudste jongsteams uh, van, uh, van de vereniging zelf die doen ook mee. Dus die zitten ook gewoon in die, uh, in die pool erbij. Ja, 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 ja. maar in ieder geval uh, die wedstrijden. Want hoe lang duurt zo'n uh, zo bietswedstrijd? Uh, volgens mij hebben we nu het uh, programma ongeveer op, uh, op een minuut of 14, 15 per wedstrijd. Uh, dan heel even snel uh, wisselen, een minuutje of twee, en dan weer door uh, met de volgende. Uh, en dan merken we dat uh, volgens mij hebben we de streven om minimaal acht wedstrijden op een dag. Uh, ja, uh, ja, alle ja, teams. Ja, ja. Uh, Remco, uh, zeg maar die, die poolindeling, uh, is het zo dat alle teams uh, net evenveel uh, wedstrijden spelen of als je zeg maar, klaar bent in de, de poel dat je dan af, afgevolleybal bent? Nou, dat, dat is eigenlijk een van die punten die we vanuit de evaluatie uit het volledige gehaald hebben. Want toen werkte wij we inderdaad nog met uh, een poelsysteem en als je dan bijvoorbeeld uh, vijf teams in één pool had, dan was je na vier wedstrijden klaar. Nou, dan kon het zijn dat je om half tien moest beginnen en om half twee zeg maar, was je klaar voor die dag. Nou, is best wel, uh, of, daar hebben we best wel wat feedback op gekregen. We willen gewoon inderdaad meer wedstrijden in voetbal zoals Bart net uh, zei. Dus daarom hebben we nu voor gekozen om eigenlijk in principe een, een dubbele competitie per pool uh, te organiseren. Dat je minimaal dus die acht wedstrijden speelt. En vandaar dat we een max hebben gezet van 20 teams per dag. En vandaaruit, uh, ja, je hebt dus minimaal acht wedstrijden. En vandaaruit uh, gaan we nog kijken of we de beste nummers één tegen de beste nummers twee bijvoorbeeld. En uh, dat we daar nog wat kruisfinales uh, gaan doen onderling. Ja, in ieder geval uh, het, het fluiten van wedstrijden, uh, moet dat bedoeling regelen of uh, hoe gebeurt dat? Nee, dat is ook iets waar we eigenlijk uh, dankzij corona vanaf uh, gestapt zijn. Hè. Dus we, we merkten in het verleden, toen corona net voorbij was, uh, ja, in het verleden gaf je je fluitje gewoon iedere keer aan de andere persoon om, uh, om te fluiten. Nou, uh, met de speekseluitwisseling en de handen voor de mond houden, nou, noem het allemaal op, hè. dat mocht eigenlijk allemaal niet meer. Dus uh, dat jaar dat het corona was, hebben we ook gewoon gezegd, we doen het zonder fluitje. Uh, en, uh, en dat doen we eigenlijk nu nog steeds. Dus eigenlijk heb je iemand die nog telt naast het veld. Uh, uh, die scoren bijhoudt. En uh, ja, hier en daar nog wat aanwijzingen geeft als er iemand mag serveren. Maar uh, uh, dat, dat wordt ook volledig gedaan door de teams die aanwezig zijn. Dus het wordt niet vanuit voor gedaan. Ja. Uh, kun je ook zien de leeftijden die, die nog interesse hebben in volleyballers? Is dat de jongeren of zijn het ook de ouderen? Dat is uh, heel erg divers eigenlijk. Uh, we zien met name wel mensen die... Uh, uh, gewoon een gezellige dag willen hebben vooral. Hè? En of, dat dan, uh, uh, of je dan uh, 15, 16 bent of uh, 50 uh, tot 60, hè? want die zitten er ook gewoon bij. Hè? We zien ook bijvoorbeeld uh, de oude prinsengaden doen er ook, uh, mee. Ja, daar ook ieder jaar mee. Er zijn ook allemaal mannen die op leeftijd zijn. Ja, je, je ziet gewoon met de locatie die we nu ook hebben... Ja, dat leent zich ook heel erg voor om daar gewoon een mooie dag uh, met elkaar te hebben. En, en ook zeg maar, de jongvolwassenen die misschien net kinderen hebben... Nou, die kunnen hun kinderen meenemen bij de dorpslijn. Die kunnen daar gewoon heel de dag terecht... Ja, de, de locatie leent zich gewoon eigenlijk voor alle leeftijdsgroepen. Ja, in ieder geval. Uh, het is uh, zeg maar de zaterdag en de zondag. Uh, hoe laat begint het toernooi? Het streven is altijd uh, tien, uur, uh, tien uur beginnen. Uh, op beide dagen. Nou, dat kan half tien zijn of dat kan tien uur. Dat ligt even aan het programma wat we, wat we, wat we nog moeten samenstellen. Uh, en we zullen eindigen omstreeks 4 vier uur, half vijf, uh, op beide dagen. Ja. Ja, Bart, want dan is het nog niet afgelopen, heb ik begrepen. Als het voor nee, dat klopt. We hebben, vorig jaar is initiatief genomen om de dag leuk af te sluiten en te kijken of dat we lokale DJ's aan het werk kunnen zetten om de kruisfinales al muzikaal te ondersteunen en daarna nog een leuk feestje met elkaar te maken. Um, ook dit jaar hebben we daar weer voor gekozen om dat, uh, te kijken of dat, dat aanslaat. Dus ook op de, op de flyers en de posters die, die rondgaan door het dorp, daar, daar staat het op vernoemd. En we willen kijken dat we vanaf een uur of drie tijdens de halve finales, finales in ieder geval de muziek, vast door een DJ kunnen laten zorgen. Net iets harder dan, dan het achtergrondmuziekje, om het maar te zeggen. En dan kijken of dat we, we proberen de setup op het veld zo in te delen dat er en wedstrijden gespeeld kunnen worden en dat er een leuke sfeer ontstaat met hangtafels en, en een DJ. Dus op die manier proberen we de dag leuk af te sluiten. En dan zal het einde, ja, omstreeks een uur of acht, negen, schat ik, dat het dan uh, voor die dag klaar is. zowel de zaterdag als de zondag? Um, we willen eerst kijken of dat het goed aan gaat slaan op zaterdag. Um, en dan willen we kijken naar de evaluatie of dat we het misschien volgend jaar naar twee dagen trekken. Dus dit jaar alleen op zaterdag. Ja, ja, nou. Nee, waar Remco. En dan de vrijwilligers. Want ja, er zijn wel wel vrijwilligers mee gemoeid. Ondanks dat je dus geen zand meer hoeft te storten. Eh, ja, 100%. Dus uh, als, je, als je kijkt zeg maar, naar, de, naar het ledenaantal van bedoveren, dat, dat wordt ook gewoon steeds, uh, steeds minder. En gelukkig blijft het nu redelijk stabiel. Maar we kunnen in ieder geval niet meer putten uit uh, de hoeveelheden leden die we in het verleden hadden. Uh, zeker met het zand opruimen. Ja, had je daar gewoon bijna... Hè, de zaterdagochtend uh, met het opbouwen. 10 man. Uh, en zondagavond ook wel 10 uh, tot 15 man die mee moesten vegen. Als je nu kijkt naar wat we aan vrijwilligers nodig hebben, we hebben een stukje wedstrijdleiding nodig, we hebben een aantal mensen nodig die in ieder geval de, de donderdag voorafgaand aan het toernooi de netten opzetten, eventueel dingen mee opbouwen. Maar ik denk dat we het weekend per dag zeg maar met, met maximaal, nou, ik denk een goede tien vrijwilligers wel, wel rondkomen per dag. Ja, wat in het verleden echt wel veel meer was. Ja, ja. Ik, ik heb ook begrepen dat er een, wat dat betreft een hele goede taakverdeling is geweest. Oh ja, de, de, we doen dit nu echt al met een vaste kern een aantal jaren. Hè. Dus, dus Bart en ik zitten in een organisatie samen met, met uh, Jaap de Rijks en met Bart Rovers. We doen het niet met vier man. Um, nou, de, Bart is eigenlijk van de website en in de inschrijvingen. Ik doe eigenlijk alle uh, randzaken. Zeg maar. Dus uh, denk erbij aan, uh, aan EHBO, maar ook de Facebookpagina, uh, afstemming met de uh, met Dorfstijn zelf. Uh, Bart Rovers doet eigenlijk alles met betrekking tot sponsoring. En, en Jaap doet eigenlijk alles rondom vrijwilligers. Ja, dus, uh, ja, zo zit de van in elkaar. Dus van, ja, wij komen één of twee keer bij elkaar. Nou, we kijken elkaar een keer aan in de ogen en we knikken een keer met z'n allen. En dan, dan weten wij we van elkaar: van ah, dit ga jij doen, dit ga jij doen, dit ga jij doen. En van daaruit gaan we uit elkaar. En eigenlijk is het, ja, ik denk binnen een week of zo, uh, hebben we het eigenlijk alweer uh, de basis gezet en, uh, en kunnen we daar voortduren. Dus Bart, de harde kern eigenlijk nog van Bedovo. Ondanks dat de heren niet meer voor die ballen. Ja, dat klopt inderdaad. Afgelopen jaar, het eerste jaar zonder herenteam, het eerste herenteam binnen Bedovo. Um, maar buiten het volleybal natuurlijk ook uh, hechte vrienden met elkaar. En op deze manier zijn we toch nog betrokken bij de vereniging. We zijn ook zeker allemaal nog lid van de vereniging. Uh, en op deze manier dragen we ons steentje bij om uh, ervoor te zorgen dat de vereniging vooruit kan. En ook financiële ondersteuning uit het uh, Beach noord Dus 24 en 25 juni, dan is het zover. Hè? Ja. Ja, laten we hopen. Op een zondere, twee zonnige dagen, net als ja. vorig jaar. Ja, 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 ja. Nou, In ieder geval bij deze sluiten wij af. Samen met Remco van der Voort en Bardel Peut over het biedt van Beer op 24 en 25 juni. Heerlijk bedankt. Om TV. De nieuwscentrum voor gemeente en Laarbeek.